the opening of the largest tulip display in the world. Jezus, ik dacht dat Nederland een slecht klimaat had, maar dit slaat echt alles. Begin van dag 3, Ottawa, Canada, studio, nieuwe indeling. Dr. Tulp. Boom, boom, boom. Hoi Dr. Tulp. Nog meer. Materiaal. Rembrandt 400. Verf. Opengebarsten natuurlijk in het vliegtuig. Alles zit lekker onder. Nog meer Dr. Tulp. En nog meer Dr. Tulp. Chance of getting a copy of the broadcast. Oh. Oh, can I get it off the internet? Or? And with more rain in the forecast, that can't help but cloud the festival's future. CTV's Kate Eggins reports organizers aren't the only ones worrying about the bottom line. The culprit, typical spring weather. It's been rainy and wet, leaving many thankful for their shelter. The tents actually saved my painting. Because without a tent, there would be no painting. And without City Hall, there might not have been a festival either. Earlier this year, the festival received an emergency financial bailout from the City of Ottawa. Staying out of the red is critical. For now, I mean, the analysis. It was originally done in 1630. The artist is Ernst Voss from the Netherlands. It's showing Dr. Tulip explaining to six surgeons basically the working of a hand. Dag. Zondag. Toch nog een hagelbuitje. Zondag 21 mei. Nou ja, het schilderij is bijna af. Alleen dit figuur nog. Even kijken. Ja, de weersverwachting voor vandaag is sneeuw. Geloof het of geloof het niet, maar het gaat hier vanavond sneeuwen. Tot zover, Vos. Met dat ding. Ja, hij neemt het op. Je moet alleen even. Wat moet ik doen? Gewoon op stop drukken zo meteen. Ja, mijn bril en mijn bril. Ja. Oh, sorry. Ik heb mijn bril niet op. Dat is toch, ja. Die, waar je normaal een foto mee neemt. Hij staat op rec, dus hij record. Hij zit nu aan het recorden. Leuk, joh. Leuke halo om die. Ga even liggen. Als lijk. Dan valt het ding om. Ga even liggen als lijk. Oh ja. Ja, leuk. Even een gaatje maken. Enig. Even wat buikoefeningen. Hup. Je ziet mijn hand. Oh ja. Ja, die moet ik eigenlijk